Dag iedereen en welkom bij dit gesprek over energie. Terwijl de Vlaamse overheid aan het berekenen is hoe ze de hele zonnepanelen saga gaat oplossen, gaan wij verder kijken naar de toekomst. En dat gaan we doen met de CEO van gasnetwerkbeheerder Fluxies. Pascal De Buck, uh, welkom hier in deze studio. Uh, 2050 moeten we klimaatneutraal zijn, nog een hele lange weg. Zoal so, die Mira, de Vlaamse uh, energieminister, die zei ja, we hebben al meer dan 30 miljard geïnvesteerd in uh, heel die groene stroom en feit is, en we zijn helemaal nog niet in de buurt van waar we moeten zijn. Wat leert jou dat, dat het groene stroom sowieso een moeilijk duur verhaal is of dat de overheid misschien soms te veel verandert van, van gedacht? Goede vraag. Ik denk dat uh, uiteraard, uh, het uiteraard een en en verhaal gaat worden. Dus we zijn vertrokken aan, aan een oefening die heel veel jaren in beslag gaat nemen, die dus ook kapitaalintensief en heel veel investeringen gaat vragen. Uiteraard is het heel belangrijk dat wij een toekomstvisie hebben die constant is. Ik denk dat dat inderdaad een heel belangrijke boodschap zal zijn voor de verbruikers, voor de industrie, voor operatoren zoals wij. Dus een lange termijnvisie, zodat we in een bepaalde richting kunnen werken. Het lijkt me niet zo evident natuurlijk in, in die zin dat ik me kan mij inbeelden dat wat we misschien vijf jaar geleden dachten als de, de weg, dat dat verandert omdat je zoveel technologische ontwikkelingen hebt en, en misschien daardoor we af en toe toch wel dat pad moeten veranderen. Dat klopt. Ik denk dat we de flexibiliteit moeten inbouwen. Hè? Maar...